Raymond, assistent, coach van de U20. Hoe zuur is dit? 3 wedstrijden, 14 goals tegen en jullie liggen eruit. Ja, heel zuur. Ik baal daar ook niet van. Het is niet wat ik van tevoren had verwacht. Met de kwaliteit die we hebben. En natuurlijk, het is een korte voorbereiding en alles. Een aantal dingen hadden we wat anders kunnen gaan. Maar desondanks, eens ziet hoe de tegenstanders spelen, dan moet je jezelf gewoon belonen door te gaan naar de volgende ronde. Werder gaf het ook aan, het is een probleem groot geweest. Want als je de kansen weer creëert in de eerste helft, als je erin schiet, dan zit je zo in de volgende ronde. Ja, zeker weten. Als je scoort, ben je klaar. Dan moeten hun komen en dan creëer je nog meer ruimte en dan kan je eigenlijk alleen maar meer scoren. Maar het begint met niks weggeven. En dat is gewoon het belangrijkste, niks weggeven. Niet dom balverlies, waardoor je toch kansen creëert voor de tegenstander. En dat heeft ons genekt vandaag. Kan je een conclusie trekken dat de mix met de diaspora spelers, dat die lijn ook doorgetrokken zou moeten worden? Bijvoorbeeld naar de U17 selectie? Het zou goed zijn om een goede balans te hebben en samen te smeden om een goede toekomst te creëren. En dat gaat zeker mooi zijn, denk ik wel. Deed je die mening ook dat we zeker minimaal 2 keer per jaar ook buiten Suriname moeten voetballen met dit elftal om je krachten te meten? Wat mij betreft elke week. Ik denk als je echt nog beter wil op gaan leiden en wil gaan richten op de jeugd, in mijn ogen zou je elke week bij elkaar moeten zijn. En van daaruit de samenwerking met de clubs, dat ze gewoon zoveel mogelijk met de beste trainers aan het werk zijn. En vandaar kan je 100% stappen maken. En met of zonder diaspora is dat zeker haalbaar. Albert Arima, bedankt voor je bijdrage.